Ik heb wel een van. Anwar die komt er aan als het is. Die had dikke file. Dus die is er elk moment. Vandaag, eerste training. Vroeg in het seizoen, 30 juni. Ik denk dat er maar weinig zijn die ooit zo vroeg begonnen zijn. Ik heb het één keer gedaan. Het heeft voordelen, het heeft nadelen. Alleen we zitten nu met een voorbereiding en een vakantieperiode die niet helemaal lekker matchen met elkaar. Dus vandaar de beslissing om nu al te beginnen. Nou, hoe gaan wij het eerste deel van deze trainingstage, hoe gaan wij die beleven? Nou, dat is elkaar leren kennen. Hè? Ik ken de meeste van jullie kennen niet, jullie kennen mij niet. Dus het is in de voorbereiding, en zeker tot 16 juli, wanneer we de eerste delen afsluiten, is het voelen, proeven, kijken. Alles op een ontspannen wijze, dus we hoeven niet meteen al gelijk volle bak, hoef je jezelf helemaal over de kop te lopen te trainen. Het is juist heel geleidelijk en de geleidelijkheid maakt dat je met z'n allen fit blijft en dat je ook een betere conditie krijgt. Beter dan heel snel te gaan, dan is je verval op het moment dat je iets minder doet en die twee weken dat we niet trainen is groter. Nou, we hebben een selectie samengesteld waarin een aantal posities dun bezet zijn, maar een aantal posities zijn ook door drie personen te bezetten. Hè, en andere weer dubbel bezet. Dus in de partijvormen, waarin we zeker in de aanvangsfase toch iedereen ook op zijn eigen plek hier wil laten spelen, probeer ik zoveel als mogelijk, probeer ik iedereen ook in een partijvorm op zijn eigen plek te laten spelen. Nou, de ene keer lukt dat wat beter dan de andere keer. Probeer ik de training erop, probeer ik dat weer recht te zetten. He, dus dat ieder probeert, of tenminste dat probeer ik, dat iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen positie kan spelen. Nou goed, ik denk dat dat voor voorlopig voldoende is. We gaan afspraken gaan we in de komende weken gaan we de afspraken verder met elkaar vastleggen, bespreken. Ik hou ervan om gewoon duidelijkheid te verschaffen van mij naar jullie, maar jullie ook naar mij toe. En dat we weten wat we aan elkaar hebben. En zo naar de eerste competitiewedstrijd begin september toe kunnen leven. Er zijn een aantal jongens die nu in de Ramadan zitten. Ik heb net al even mijn vals over gehad. Als je voelt dat het even genoeg is, ga dan ook niet door. Want dat is ook niet gezond voor je lijf. Hè. Het is toch even met de lange dagen, is het toch moeilijk voor jullie, denk ik. En geef op tijd aan als je zegt van joh, het kan gewoon niet meer. Dan hou ik daar rekening mee. En ook met het tempo lopen en zo, doe je eigen ding. Hè. En zorg dat je gewoon fit bent. En waar het om gaat is dat we dadelijk op 6 september lopen, eerste wedstrijd. In de competitie met z'n allen gewoon super fit zijn. Fitheid is een, denk ik, een heel belangrijk onderdeel. Naast de sfeer waar we het al uitgebreid over gehad hebben vorige week. Maar fitheid is een belangrijk onderdeel van de wijze hoe ik wil spelen. En ik verwacht ook van de spelers tijdens de trainingen dat, echt, dat iedereen tot het gaatje gaat. En zorg dat je ook elke training probeert weer alles uit je lijf te halen. Het laatste wat ik nog even in ieder geval kwijt wil is dat we met een groep van 20 spelers starten. Vooraf is afgesproken dat wij met een selectie van 18 man het seizoen ingaan. Ik ben daar vrij in, alleen ik wil wel duidelijk maken dat we zijn prestatieve eerste elftal, we spelen hoofdklasse. Als ik merk dat spelers uiteindelijk het niet redden, dan ben ik daar eerlijk tegen. Daar heb ik ook over gesproken al individueel. Eerlijk zijn naar elkaar toe, ook als je het even op dit moment niet redt, dat je wellicht even een stapje terug moet doen. En wellicht later het stadium wel weer aan kan slaan. Dus die vrijheid, die hou ik mezelf voor. Dat op het moment dat, dat er grote verschillen in kwaliteit zouden zijn, dat we daar iets mee kunnen doen. Goed, we gaan niet wachten op Anwar. We gaan zo meteen de warming-up beginnen. We hebben een vierkant technisch spelletje, gewoon lekker voor de warming-up. We hebben een afwerkvorm, 4x400 meter en een grote partijvorm. Dat is voor vandaag het gedaan.
probeer zoveel als mogelijk op onze eigen site probeer ik de trainingen voor te bereiden. Het zal niet altijd lukken, zeker niet in de seizoen. In de voorbereiding zal ik dat zeker doen. Dus als je interesse hebt, kun je kijken van wat gaan we doen. Ook daarin kunnen weer wijzigingen plaatsvinden door spelers die afzeggen of whatever. Ja? We gaan grote ronde pakken.